In het filmpje van vandaag wil ik u vertellen wat de behandelopties zijn. Afhankelijk van uw situatie wordt besloten of er een operatieve of een niet-operatieve behandeling plaatsvindt. Een niet-operatieve behandeling wordt ook wel een conservatieve behandeling genoemd. De conservatieve behandeling van de knieklachten bestaat uit het aanpassen van de levensstijl, zoals afvallen, gezonder eten en wat meer bewegen. U kunt pijnstillers pakken op momenten dat de pijn erger is. We kunnen een injectie in de knie plaatsen. De injectie gaat ongeveer na een week werken, werkt dan enkele maanden en kan tot maximaal drie keer per jaar herhaald worden. En u kunt lopen met een kruk. Eventueel kunt u samen met de fysiotherapeut oefeningen krijgen om sterkere spieren te krijgen. En in de conservatieve behandeling onvoldoende werkt, kan worden overgegaan tot een operatie. In dat geval wordt een gedeelte of een hele knie vervangen. Dat is een operatie waarbij 90% van de mensen aangeeft dat de pijn helemaal of bijna helemaal verdwijnt. In dat geval kan de knie weer pijnvrij bewegen. Na 15 jaar moet de knieprothese ongeveer vervangen worden. De operatie is niet zonder risico's. Daarover zal ik u in een filmpje van morgen verder informeren.